Welkom bij Rijnmond Nieuws. Hoeveel mensen hebben de moeite genomen om vandaag te gaan stemmen? Daar hebben we het zo meteen over. Eerst kort het nieuws van dit moment. Opkomst voor de provinciale statenverkiezingen lijkt hoger uit te komen dan 4 jaar geleden. Om 2 uur had in Rotterdam al zo'n 20% van de kiezers gestemd. In Dordrecht is de opkomst zelfs 7% hoger dan in 2007. Daar had om 3 uur ruim 25% van de mensen gestemd tegen 18% 4 jaar geleden. Een grote brand heeft vannacht een voormalige afhaalpizzeria aan de Sint-Jorisweg in Dordrecht volledig verwoest. Een achter de pizzeria gelegen opvang van het Leger des Heils moest 25 aanwezige daklozen tijdelijk in een ander deel van het pand opvangen. Vanochtend trekt de bewolking snel weg naar de Noordzee en dan krijgen we een zonovergoten dag. Prachtig weer, wel wat schraal bij temperaturen van zo'n 7 of 8 graden. De opkomst voor de provinciale statenverkiezingen lijkt hoger uit te komen dan 4 jaar geleden. Zo hadden vanmiddag in Rotterdam en Dordrecht al meer mensen gestemd dan diezelfde 4 jaar geleden. Traditioneel stemmen de meeste mensen tussen 4 uur 's middags en 8 uur 's avonds. Maar ook in de ochtend wisten veel kiezers het stembureau te vinden. Het mooie weer zorgt al vroeg voor drukte in de stembureaus. Voor tienen waren er al 147 stemmers geteld in stembureau 1. Ook Vicky Meijer kwam na een vroeg bezoek aan de radiostudio's van WNL in haar woonplaats Capelle haar stem uitbrengen. Wat heeft u gestemd? Ja, Partij voor de Vrijheid natuurlijk. Een kleine 40 kilometer zuidelijker in Dirksland. Daar stemt ook een provinciaal lijsttrekker, Servaas Stoop van de SGP. Ik heb op nummer 2 van lijst 7 gestemd. Dus net niet op uzelf dan? Dat... Nee, ik dacht, ik hoop toch voldoende stemmen te krijgen. Dus ik stem vandaag maar op iemand anders. Hoe vond u de campagne verlopen? Ja, super. Het vreet energie, moet ik zeggen. Maar het was een hele leuke tijd. Een hele spannende tijd, ook voor mij persoonlijk. Toch heel veel dingen die ik voor het eerst doe, zeg maar. De eerste keer op tv, de eerste keer de radio. Dus dat brengt wat spanning met zich mee. Dat de landelijke politiek zijn stempel drukte is dit keer sterker dan ooit. Maar niet iedereen laat zich daardoor leiden. En het is ook niet met een knipoog naar de Eerste Kamer of zo. Ik vind dat de provincie Zuid-Holland, als je ziet, dicht bevolkt. Er gebeurt heel veel inwoners. En ik vind dat er ook veel ontwikkelingen voor de toekomst zijn. We merken iedere keer dat als je het uitlegt waar de provincie zich mee bezighoudt, dat je aan de hand van concrete voorbeelden dat moet uitleggen. En de voorbeelden die ik dan gebruikte van, maakt u gebruik van het openbaar vervoer? Nou, dat is wel iets wat door de provincie georganiseerd en betaald wordt. Och, het kan. En dat is belangrijk. Dat het kan? Dat het kan. Nee, ik was niet van plan, nee. Interesseert u helemaal niks, de provinciale verkiezingen? Niet echt. Ik kom voor iets anders. Ik kom voor iets heel moois. Okay. En ken ik van mijn baby, dus vandaar. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, dan heeft u wel andere dingen aan uw hoofd, hè? Ja, inderdaad. Okay. Dus jullie ook succes. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb gebruikte zijn bezoek aan het stembureau vandaag om een proefballonnetje op te laten. Abu Taleb vindt dat er 1 krachtig bestuur moet komen voor de 40 gemeenten uit de regio Rotterdam-Rijnmond en de regio Haaglanden. Zeker tijdens de campagnes van deze verkiezingen leidden de discussies over de zin en de onzin van de provincie weer op. Vanochtend bracht ook de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb zijn stem uit voor provinciale staten. Wat hem betreft kan de discussie over de vorming van een randstadprovincie stoppen en moeten Den Haag en Rotterdam samen een krachtig bestuur gaan vormen. Ik zie veel meer samen met collega Van Aartsen in een metropoolgebied met zo'n 40 gemeenten. Als je die omkleedt met voldoende daadkracht, dan is dat dicht bij de burgers genoeg. Maar wel weer groot genoeg om verschil te kunnen maken in de economie in onze regio. Ja, en waar liggen dan wat u betreft de grenzen van zo'n gebied? Nou, de Haaglanden zoals het nu is met 20 gemeenten en Rotterdam-Rijnmond met nog 19 gemeenten. En in de toekomst kun je nadenken over aansluiting van Leiden en Dordrecht. Het provinciebestuur mag blijven bestaan, zegt Abu Taleb, maar in een ver afgeslankte vorm. Veel taken kunnen overgedragen worden aan gemeenten en het nieuw te vormen regiobestuur. Nu is het zo dat de provincie mijn huishoudboekje controleert. De begroting van de gemeente wordt gecontroleerd door de provincie. Wat een onzin. Die is al gecontroleerd door mijn gemeenteraad en gaat naar de minister. De provincie blijft daar vanaf. Dat scheelt tientallen ambtenaren. Zo zijn er allerlei zaken waarvan ik denk, provincie, trek je terug.
op die kerntaken en laat het overige over aan de gemeenten of aan het Rijk. Abu Taleb bracht vanochtend zijn stem uit in een zogenaamd mobiel stembureau. Speciaal voor mensen waarvoor de gang naar het stembureau niet altijd even makkelijk is. Vanochtend stond het bureau in Zuidwijk, daarna was het op tournee door heel Rotterdam. En verslaggever Mirjam de Witte staat bij een mobiel stembureau in Rotterdam-Delfshaven. En ik moet je eerlijk bekennen, het lijkt alsof ik in de maling word genomen. Het ziet er niet zo uit. Ik verwacht een busje. Suzanne, dit is echt een mobiel stembureau. Het is alleen allemaal wat kleiner dan een gewoon stembureau. Het past namelijk allemaal in een busje en dat wordt van locatie naar locatie gereden. De werknemers hier hebben mij verteld dat het per locatie de drukte nogal wisselend is. Maar ze krijgen overal hele positieve reacties. Er was zelfs een mevrouw die was moeilijk ter been en die zei: nou, ik was helemaal niet gaan stemmen als jullie met het stembureau niet naar me toe waren gekomen. Op het platteland gebeurt dit al vaker, een mobiel stembureau, nu dus ook in de stad Rotterdam. Yvonne van Stiphout van de gemeente Rotterdam, waarom nu ook in de stad? We wilden echt de dienstverlening aan de oudere Rotterdammers vergroten. Dat proberen we op deze manier te doen. En hoe werkt het precies? Nou, er rijden twee busjes op Rotterdam Noord en Rotterdam Zuid. Die komen op de locatie, klappen zeg maar het stembureau uit en openen het stembureau. En iedereen die hier woont kan langskomen om zijn of haar stem uit te brengen. En even over de verkiezingen in Rotterdam. Hoe is de opkomst tot nu? Nou, tot nu toe goed. Meestal zit Rotterdam lager dan het landelijk gemiddelde. En tot nu toe zien we de hele dag al dat we er heel dicht tegenaan zitten. Dus voor Rotterdam is het heel goed. Het is natuurlijk nog zo dat de stembureaus open zijn. Volgens mij valt het landelijk totale beeld wel tegen. Maar voor Rotterdamse begrippen ziet het er goed uit. Ja, en Suzanne, ik moet ook nog stemmen. Dus die opkomst in Rotterdam, het komt gewoon helemaal goed. Dankjewel, Mirjam de Witte. En tot zover onze berichtgeving over de verkiezingen. De uitslag kunt u vanavond volgen via Rijnmond.nl en via Radio Rijnmond. Vanaf 8 uur worden samen met Omroep West vanuit het provinciehuis in Den Haag alle ontwikkelingen gevolgd. De radio-uitzending gaat door tot de einduitslag bekend is. En die wordt vannacht rond 1 uur of 1 verwacht. TV Rijnmond is morgenochtend om 7 uur bij u terug met uitslagen en reacties. Genoeg blij zijn dat het geen pindakaas met nootjes is, denk ik. Ja, dat heeft alleen... Dat krijg je niet zo glad weggezet, denk ik. Ze is 9000 jaar oud en is gevonden in de Beverwaard. Naast de oudste Rotterdammer is ze ook direct de oudste Nederlander. Veel is er helaas niet meer van haar over. We komen niet verder dan een paar bordjes, gepaardgaand met wat pijlpunten en vuursteen. En dat vuursteen is overgebleven na haar crematie. Kijk, dan gaat het om dit soort kleine verbrande bordjes. Ja, en specialisten kunnen hiervan precies vertellen welk deel van het lichaam dit is. En hier heeft ze gelegen, tot aan 2008. Omdat er in de Beverwaard een tramremise moest komen, is de archeologische dienst van Rotterdam vooraf gaan graven. En al snel vonden ze de 3 graven met botresten. Nou, je moet ons voorstellen dat het lichaam van de dode op een soort baar werd gelegd van hout. Dat werd verbrand en dan werden al die resten bij elkaar geschraapt. En die werden dan in een klein ondiep kuiltje gedeponeerd. Een van die graven was van een vrouw, 9000 jaar oud. En daarmee is ze de oudste Rotterdamse en ook direct de oudste Nederlandse. En waarschijnlijk een hele reconstructie van het gezicht, dat gaat niet lukken. Nee. Dus het enige wat we weten is dat het een vrouw was tussen de 12 en de 40. Maar hoe ze eruit heeft gezien, nee. Het heeft bijna 3 jaar geduurd eer met zekerheid kon worden vastgesteld dat het om een vrouw ging. In haar graf vonden de archeologen ook persoonlijke spullen die in de middensteentijd vrij normaal waren. Bijvoorbeeld wat pijlspitsjes, hè, die van een pijlenboog, aan een pijlenboog hebben gezeten. Hier een slijpsteen, die ook enigszins is meeverbrand tijdens de crematie. En nog een hele bijzondere vondst, dat is namelijk deze doorboorde steen. Die vinden we wel vaker in Nederland, maar dit is nu voor het eerst dat we deze in een graf tegenkomen. En we kennen in Nederland nu zo'n stuk of 40, 50. Ja, het raar is dat eigenlijk niemand weet waar deze voor gediend hebben. Of ze ooit nog een laatste rustplaats krijgt. Nou, stop er maar weer in het zakje, want anders... Ja. Maar de RET'ers op de bouwlocatie van de tramremise hebben al laten weten dat de botresten van deze vrouw meer dan welkom zijn in de nieuwe hal, ingegoten in een harstegel.
Er zijn 2 man mee bezig. Het kost 3 dagen en als ze niet al te veel van pindakaas houden, gaat er in totaal 120 kilo doorheen. Grote emmers vol dus. Allemaal nodig voor de nieuwe tentoonstelling in Museum Boijmans van Beuningen. Het Rotterdamse Museum heeft de pindakaasvloer uit de jaren 60 aangekocht van Wim T. Schippers. Pinda, pinda, lekker, lekker. Als je maar 5 centen biedt. Wat bent u aan het doen? Ik ben een pindakaasvloer aan het smeren. Is dit een grap? Nee, het is kunst. Wat moet je kunnen om zo'n pindakaasvloer aan te leggen? Wat is belangrijk? Ja, het is gewoon een kwestie van gevoel, denk ik. Ik heb wel eens gestuukt, maar dit is even iets heel anders natuurlijk. Ontzettend dik en fysiek best zwaar om dit te doen. Dan mag u nog blij zijn dat het geen pindakaas met nootjes is, denk ik. Ja, dat heeft alleen... Dat krijg je niet zo glad weggezet, denk ik. U houdt ook wel van pindakaas, zie ik. Ja, ik moet mijn handen een beetje schoon houden. Pinda, pinda, lekker, lekker. Of je kouwen kan of niet. Lust u nou nog wel pindakaas of heeft u het wel een beetje gezien inmiddels? Nou, ik heb er geen nadelige effecten aan ondervonden tot nu toe. Het smaakt me nog steeds. Ik lik regelmatig mijn vingers af. En ja, je verwacht natuurlijk wel dat je de geur wel helemaal zat bent, maar ik heb er geen last van. Het is nog niet dat u 's morgens naar uw werk gaat en denkt, was het maar een chocopasta of iets anders? Nee, dat heb ik niet, nee. Nee. Hoeveel moet er nou nog? Een klein stukje. Een potje of 100. Nou, sterkte ermee. Ja, komt goed, dankjewel. Van je tang, 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 van je tang, tang, tang. Gide wiede wiet Shanghai. Vrouwen met gewicht, we zien ze overal. Maar het aantal dames met een maatje extra in de media en de mode blijft ver achter. Giselle Arends uit Spijkenisse besloot daarom de eerste Miss Maxi-verkiezing te houden. En toeval of niet, 3 van de 12 kanshebbers komen uit onze regio. Goedenavond, ik ben Romana Swang, 27 jaar en ik kom uit Nieuwkerk aan de IJssel. Mijn naam is Ilanga Bel, ik ben 30 jaar en ik kom uit Spijkenisse. Mijn naam is Renate Boes, ik ben 36 jaar, ik woon op Katendrecht in Rotterdam en ik doe mee aan de Miss Maxi-verkiezing. De 3 vrouwen maken grote kans Miss Maxi van 2011 te worden. Ze zitten al in de halve finale. Vanavond bereiden ze zich voor op een Maxi-modeshow, georganiseerd door een kledingzaak in Rotterdam. Ik begon eigenlijk omdat ik zoiets had van ik wilde voor mezelf kijken of ik dit echt kon en of ik dit echt durfde. En ben ik op het punt gekomen dat ik zoiets heb van ik wil ook gewoon echt iets betekenen in de plus-size wereld. Dus ik wil ook echt gewoon, ik wil er echt gewoon voor gaan. Ik hoop dat ik natuurlijk bij de top 3 kom. En ik heb een hele goede campagne, dus ik kan er niet te veel over vertellen, want mijn concurrenten zitten er natuurlijk hier. Ik vind ook de achterliggende gedachte achter de Miss Maxi-organisatie heel belangrijk. En dat is namelijk toch een wat meer een professionalisering van de plus-size modellenmarkt. En daar wil ik me graag voor inzetten. De Maxi-verkiezingen zijn georganiseerd door Giselle Arends. Zij werkt al langer als model en heeft een missie, de emancipatie van het dikke model. Als er kleding voor grote maten geshowt wordt, dat er ook gewoon een mooi vol slank model staat. En toch niet stiekem een maatje 38 of 40 voor gebruikt wordt, want zo is nu de reële afspiegeling. Behalve dus in België, Duitsland of Engeland. Daar lopen echt hele mooie vol slanke dames met een maat 48. En daar moeten we eigenlijk heen willen. En over 3 weken wordt bekendgemaakt wie de nieuwe Miss Maxi is geworden. En dat gebeurt tijdens de finale in Heemstede.
op de redactie Ardy Den Hoed. Ardy, we moeten beginnen met droevig nieuws. Ja, want het jaar 2011 lijkt wel haast in het teken te staan van het overlijden van clubicoons. Nou, oer-Feyenoorder Coen Moulijn, ras-Spartaan Tony van Ede is op 83-jarige leeftijd Jan van Schijndel overleden. De oud-SVV'er maakte deel uit van het elftal dat in 1946 landskampioen werd. SVV won de kampioenswedstrijd met 3-1 van Heerenveen, dat onder meer aantrad met Abel Lenstra. De wedstrijd werd gespeeld in de Kuip en bijgewoond door maar liefst 67.000 toeschouwers, een recordaantal. Van Schijndel, helaas niet close-up in beeld, begon in 1939 bij SVV. Naast het landskampioenschap won hij ook één keer de Supercup. De Schiedamse middenvelder speelde 17 keer voor het Nederlands elftal en scoorde 1 maal. Van Schijndel werd 83 jaar. En dan iets anders, Ardy. De Sparta-fans hebben hun clubleiding met klem geadviseerd om geen oefenwedstrijden meer te spelen tegen Feyenoord. Ja, aanleiding is de wedstrijd om de zilveren bal van januari dit jaar. De Sparta-fans willen dat deze wedstrijd exclusief blijft. Hebben ze waarschijnlijk het idee dat dat in de competitie nog een keer gaat gebeuren. Maar een belangrijke pijnpunt is dat de Sparta-supporters zich op het kasteel geïntimideerd voelden door het grote aantal Feyenoord-fans dat bij het duel aanwezig was. De strijd om de zilveren bal werd door veel Feyenoord-fans aangegrepen om afscheid te nemen van de overleden Coen Moulijn. Daardoor zaten er veel Feyenoord-fans in alle vakken en werd er veelvuldig vuurwerk afgestoken. Sparta-fans voelden zich niet happy in hun eigen stadion en ondanks dat er veel geld werd opgehaald voor beide jeugdafdelingen, willen ze dat de wedstrijden tegen Feyenoord speciaal blijven. De directie van Sparta zegt in een reactie het standpunt van de fans serieus te nemen en dit te bespreken in een volgende vergadering. En dan schaatsen, want Diane Valkenburg gaat dit weekend proberen zich te plaatsen voor de WK-afstanden. Die WK-afstanden zijn over 2 weken in Insel. En de schaatser uit Bergse Hoek heeft zich al geplaatst voor de 3 en de 5 kilometer. Komende vrijdag in Heerenveen gaat ze zich daarom proberen te plaatsen voor de 1500 meter. Zij heeft concurrentie van Jorien Voorhuis en Laurien van Riessen, excuses. Maar zij heeft er wel alle vertrouwen in dat ze dat tot een goed einde gaat brengen. Ja, 1500 meters die lopen gewoon heel goed. Ik heb een hele goede Salt Lake City gereden 2 weken geleden, een dik persoonlijk record. En dat was gewoon een hele gave race. En als ik gewoon zo'n race nu hier weer neer kan zetten, dan zit die kans er zeker in dat het gaat lukken. En je oogt ook wel opvallend ontspannen eigenlijk nu. Ja, ben ik ook wel. Ja, ik moet gewoon doen waar ik goed in ben en dan komt het wel goed. En als het niet goed komt, ja, dan is het pech. Maar ik sta sowieso op de 3 en de 5 van 2K, dus dat is al mooi. En ik hoop gewoon dat die 1500 meter erbij kan komen. Tot zover de sport van deze middag. De stremming van het scheepvaartverkeer op de Rijn, die werd veroorzaakt door het kapseizen van de binnenvaarttanker Waldhof, heeft de binnenvaartsector ruim 33 miljoen euro gekost. Dat heeft het Centraal Bureau voor Rijn en Binnenvaart berekend. De brancheorganisatie wil dat de Europese Unie de binnenvaart gaat compenseren. 2 weken na de succesvolle berging van de zwavelzuurtanker Waldhof door het Schiedamse Mammoet is de binnenvaartbranche nog bezig met het verwerken van de Rijnstremming. Ruim 3 weken duurde die en hij was daarmee de langste ooit. Honderden schepen lagen stil door de aanwezigheid van het gevaarlijke zwavelzuur in het schip en door de gasvorming die ontstond, stond veiligheid bij de berging voorop en dat kostte tijd. Bij de Zwijndrechtse binnenvaartbedrijven Rijncontainer en Interrijn werden in die periode allerlei kunstgrepen uitgehaald om lading toch nog bij klanten te krijgen. Ik denk dat dat voor de maand januari, en dan hebben we het nog niet eens over februari, de nasleep daarvan, dat het tussen de 3 en 5 ton kost. De binnenvaart heeft natuurlijk een stevig imageverlies geleden, dat mogen we nooit vergeten. En als wij het niet als branche zeg maar, dit met onze klanten netjes oplossen, ja, dan jaag je ze letterlijk en figuurlijk de auto in en de trein op. En dat moet je natuurlijk ten alle tijde zien te vermijden. Het Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart kan vrij nauwkeurig zeggen wat de schade voor de sector is. Omdat het voor het ongeluk opdracht had gegeven de economische waarde van het vervoer over de Rijn te onderzoeken. Wij komen op de 1,6 miljoen euro per dag. En dat is puur alleen voor het varend bedrijfsleven. 3 weken stremming betekent dan ruim 33 miljoen euro. Samen met de verladersorganisatie EVO wil het CBRB de totale kosten in kaart brengen om goed onderbouwde argumenten te hebben voor een compensatie. Minister Schulz heeft het CBRB al laten weten die niet te geven. Dus wordt er binnenkort aangeklopt bij de Europese Commissie in Brussel. Verder wil de binnenvaart dat er bij een volgende keer door 1 Duitse instantie de regie in handen wordt genomen, waardoor de aanpak sneller gaat.
Inmiddels wordt door diverse Nederlandse partijen gesprekken gevoerd met de Duitsers om hun aanbevelingen in het onderzoeksrapport te beïnvloeden. Daar moet je heel erg voorzichtig mee omgaan. Op dit moment is het echt een open zenuw bij de Duitsers, dit hele onderwerp. Ze voelen zich toch ook niet lekker erbij. Er waren een aantal zaken die niet klopten op het gebied van dat bergingsmateriaal dat vast zat bij een brug, omdat het toevallig ook nog hoog water was. Dus daar moet zeker een verbeteringsslag gemaakt worden. Door bergingsmateriaal op strategische plekken langs de Rijn op te slaan, zou er volgens alle partijen ook sneller kunnen worden gehandeld. Maar Bergen Mammoet betwijfelt of dat soelaas biedt, omdat het bergingsmateriaal bij iedere calamiteit kan verschillen. En die voorbereiding kost tijd. Je hebt het equipment daar ter plekke, zeg maar, de kranen. Dan ben je er nog niet. Je hebt daar echt nodig een plan, zeg maar, tekenen en berekenen hoe je, zeg maar, het schip, zeg maar, en de lading gaat behandelen en uiteindelijk gaat bergen. Als de Duitsers willen investeren in bergingsmateriaal langs de Rijn en Brussel de sector wil compenseren, dan is het CBRB bereid daaraan mee te betalen. Er is namelijk nog een Europees potje met 35 miljoen, oorspronkelijk bestemd voor een sloopregeling voor de binnenvaart, dat daarvoor gedeeltelijk gebruikt zou kunnen worden. In de vakantie kun je allerlei dingen doen, schaatsen bijvoorbeeld. In Rotterdam-Delfshaven kijkt niemand ervan op deze dagen. Nog een volle maand kunnen ze zich uitleven op een speciaal aangelegde ijsbaan. Het is een beetje een gek gezicht, een ijsbaan in maart. Speeltuin Confetti in Rotterdam-Delfshaven toverde hun speeltuin om de winter nog even vast te houden. Die ijsbaan ligt er nu omdat we het leuk vonden om hem in de voorjaarsvakantie te nemen voor de kinderen. En niet eens een keertje met de kerst. Omdat een echte ijsbaan natuurlijk zou smelten, heeft de speeltuin een goed alternatief gevonden. Kunststofplaten zijn het. Dus hebben we geen last van dat de buurtbewoners last hebben van zo'n machine, zo'n ijsmachine of het een of ander. En je kan erop houden, het schoongemaakt. En de schaatsen worden geslepen en alles. Ook met melk wordt er overheen gegaan als een vloeistof. Maar dat maakt het voor de kinderen uit de buurt niet minder leuk. Dit is niet echt ijs. Maar is het wel net zo leuk? Ja. Ja, ik vind het wel leuk. Ik vind het ook leuk. De ijsbaan ligt er nog tot 22 maart. Nou, in de evaluatie levert op dat het leuk is. Verderop in dit uur een portret van Anneke de Goede, oprichter van de Vrouwenstudio's voor vrouwen in achterstandsposities. Ze hebben zoveel geleerd. Dat zeggen ze ook zelf. Vandaar dat ik ook best wel ontroerd ben. Zet dat maar niet uit. Ja, dat doen we dus wel. Leg de zakdoeken maar klaar. Zometeen het programma aanpakken. Dit was Rijnmond Nieuws. Meer nieuws vindt u op Rijnmond.nl. Nog een prettige dag verder.